Ja, voorzitter, het gaat niet best zo. Voorzitter, waarom misbruikt mevrouw Hermans als leider van de VVD de vluchtelingen voor het eigen falen? Mevrouw Hermans. Voorzitter, de VVD wil problemen in dit land oplossen. Wil dat problemen die er nu zijn, maar die we ook voor de toekomst voorzien, dat we die aanpakken. En daar moet je soms lastige en moeilijke besluiten voor nemen. Dat hebben we de afgelopen 12 jaar gedaan in verschillende crises. En nu zien we een probleem op het gebied van migratie. En dat is breder dan alleen asiel. Het gaat nu alleen over asiel, dat zien we ook bijvoorbeeld de arbeidsmigratie. En dan moet je maatregelen nemen die niet altijd leuk zijn en die lastig zijn. Maar hier nu even het verwijt maken dat het een spelletje is of dat wij dat over de rug van bijvoorbeeld kinderen zouden doen, is echt totale, maar dan ook totale onzin. In het hele systeem, zoals we dat hebben, zit sowieso, ook als je naar zo'n twee-statenstelsel gaat, altijd nog artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En bovendien hebben we ook in de onderhandelingen gesproken over wat kan je nou nog extra doen om voor kinderen in oorlogssituaties iets te doen. En dan ook echt kinderen die direct uit een oorlogsgebied komen, niet uit veilige landen daaromheen of veilige buurlanden. En wat kan je ook nog doen voor mensen die kwetsbaar zijn? Ja, als er kan. Nou, voorzitter, dit is een opzichtig trucje om het eigen falen toe te dekken. Onder leiding van de VVD zijn de afgelopen 13 jaar de Groningers belazerd en beduveld. Dat is een vraagstuk. Onder leiding van de VVD zijn de toeslagen ouders en hun kinderen vernederd. Dat is een vraagstuk. En het lukt tot op de dag van vandaag niet, ondanks de beloftes in het vorige coalitieakkoord, om dat te versnellen. Die mensen die staan te kijken, die zien dit spelletje hier en die denken, wat betekent dit voor ons? Wanneer zijn wij aan de beurt? Dat zijn de vraagstukken waar we naartoe moeten. Mensen kunnen geen woning vinden. Dat komt omdat de VVD onder leiding van Blok al die sociale huurwoningen heeft verkocht aan springhaan-investeerders. Dat zijn de vraagstukken. Dank u wel. Laten we ons niet afleiden door onschuldige en kwetsbare kinderen de schuld te geven van het feit dat u niet in staat bent om die grote problemen voor Nederland op te lossen. Mevrouw Hermans. Onder leiding van de VVD, in samenwerking met de PvdA, is een hele grote financiële economische crisis opgelost. Onder leiding van de VVD, ook in samenwerking met de PvdA, is in 2015-2016 een grote migratiecrisis opgelost. Onder leiding van de VVD is er een heleboel gebeurd in de afgelopen jaren. Onder leiding van de VVD en in samenwerking met heel veel partijen hier in de Kamer hebben we ons door een pandemie heen geknokt. Zijn we nu, zetten we alles op alles om Oekraïne te steunen, om aan de rand, de oorlog die woedt aan de rand van Europa, om daar onze bijdrage aan te leveren. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan, meneer Asserkan. En ja, er zijn ook dingen minder goed gegaan, er zijn ook dingen niet goed uitgepakt. En dan kan ik twee dingen doen. Dat ik aan de zijlijn ga staan en ga roepen wat er allemaal niet deugt. Constateren dat het een probleem is en achterover gaan leunen. Of ik stroop mijn mouwen op en ik kijk hoe ik het beter kan maken. Hoe ik een fout die gemaakt is kan herstellen. Hoe ik het leed dat mensen is aangedaan kan verzachten zonder ervoor weg te lopen dat er iets mis is gegaan. Want dat zal ik nooit doen. Maar ik voel me dan ook verantwoordelijk om aan een oplossing te werken. En dat is wat we aan het doen zijn. Op al die grote vraagstukken die nu spelen. En daar zullen wij ook in de komende campagne, in de komende periode, keihard voor blijven inzetten. Tot slot, de heer Asserkan. Voorzitter. Ja, gaat u gaan. Ja, voorzitter, dat moeten we wel doen op de thema's die er echt toe doen. En nogmaals, het gecreëerde probleem van de vluchtelingen is een niet bestaand probleem. Nareiziger op nareiziger stapelen, dat herkennen de organisaties niet. Dat is het fabeltje van de VVD. Niet rechtsstatelijke oplossingen willen doen, dat past niet als we in onze rechtsstaat de afspraken willen nakomen die onszelf hebben opgelegd. Voorzitter, het was een keuze om in pak en beet 4 maanden tijd 75.000 Oekraïense vluchtelingen op te bouwen, op te vangen. We konden het. Ze kregen plek in die samenleving. Dan kunnen we ook 22.000 anderen opvangen. Dat is een keuze. Het problematiseren dat het niet kan, is weglopen bij de problemen die er echt zijn. Mevrouw Hermans. Voorzitter, dat Nederland vorig jaar toen de oorlog uitbrak grote solidariteit getoond heeft om Oekraïners op te vangen, dat is van heb ik ongekend veel respect en waardering voor. En vind ik ook horen bij wat ook voor de VVD een uitgangspunt is, dat we vluchtelingen, dat we opvang in de regio verzorgen. Dat aantal wat u net noemde, volgens mij ligt het vele, vele malen hoger. Zaten we afgelopen jaar op een instroom van ongeveer 50.000 asielzoekers naar Nederland. En is de prognose dat we dit jaar daar ongeveer weer op uitkomen. Dat is een gigantisch hoog aantal. En met die hoge aantallen, meneer Asserkan, ik zeg het u erbij, slapen mensen al veel en veel langer dan nodig is en dan wij ook zouden willen in een sporthal. Dat willen we voorkomen en dat betekent
betekent dus dat je iets moet doen aan het aantal mensen dat naar Nederland komt. De heer Van Haga. Nou, we gaan niet elke keer klappen op de bank. Het wordt wel heel gezellig zo. De heer Van Haga.